We zijn hier nu bij de screeningsmodule van de spoedeisende hulp bij het Martini ziekenhuis. Die is speciaal opgezet in verband met het coronavirus, waar we alle patiënten die binnenkomen te spoed screenen op eventuele klachten voor corona. De mensen komen dan hier binnen. Hier worden ze opgehaald door een van onze medewerkers. En dan lopen ze hier door de unit. En dan komen ze hier binnen. Mogen ze hier voor de tafel komen staan. Stellen we een aantal vragen, vooral symptomen in verband met corona. Daarna meten we de temperatuur. En dan krijgen mensen een kaartje bij waar ze met het kaartje door kunnen lopen naar de balie. En dat, met het kaartje kunnen ze daar laten zien en dan weet de baliemedewerker wat ze moeten doen. En als mensen dus verdacht zijn, dan mogen ze hun hand desinfecteren en dan krijgen ze een speciaal masker die ze dan moeten dragen voordat ze de spoed inkomen.